Ja, mijn naam is Trijns Frens. Ik woon al mijn ganse leven in Duin. Ik ben vroeger vervind aanhanger geweest van Antwerpen. Ik heb hier ook nog gespeeld bij de Benieuwen, bij de Kadetten. En ik heb de persoon waar het vandaag allemaal om draait, vind ik meest nog persoonlijk gekend. Het was een ongelooflijk persoon. Steeds even vriendelijk, even bescheiden. Nooit geen woord hoger dan het ander. En het was ook een mens die leefde voor zijn club. Die leefde niet voor het geld, die leefde voor zijn club. Dat is ook de reden dat Fiek zijn ganse leven bij dezelfde club is gebleven. En dat is, toont zich nu, denk ik, in het respect dat de mensen komen betonen na zijn overlijden. Ik zie dat je een fantastische originele foto bij hebt. Vertel daar eens even iets over. Wel, dat is de kampioenenploeg van 1956. Want ja, van die ganse ploeg zijn er nog maar 5 mensen in leven. Waarvan ik er net al nog een paar gezien heb. Onder andere Wim Koremans, de keeper. Die had een bijnaam de Zwarte Panter. Die was wel, als ik me niet vergis, 14 jaar jonger en Fiek Mees. Maar dat waren de beste kameraden. Want Wim Koremans heeft ook steeds gezegd, ik heb het succes van mijn carrière te danken aan de begeleiding van Fiek Mees. En u hebt ze nog weten spelen ook toen? Ik heb ze nog weten spelen. Want ik ben, ja, ik heb mijn ganse leven in Duinen gewoond. Ik heb nog geweten dat we van aan de kant van de Nieuwkouwvallei naar Antwerpen kwamen. Dat een Antwerp op de buiten was. Want dat is geschiedenis. Hè. Zeg, die foto, dat kader, vertelt er eens iets over? Wel, zoals je ziet, dat kader, die letters zijn erin geweven. Die kader was origineel krijtwit. En die is blijkbaar gemaakt door een schoenmaker die kieboms eten. Want die rug die was genageld met 20 van die fijne nagels die ze gebruikten voor schoenen. En, maar ja, je ziet een tand destijds. En daarmee heb ik er gisteren 3 tot 4 uur aan bezig geweest voor die helemaal uit elkaar te krijgen. Die foto van dat glas los te weken, een nieuw glas erin. Maar het is een raar formaat dat erin zit, want deze glas is eigenlijk een beetje te groot. Dat is een A4. En die komt gelijk met de kader. En het glas dat er origineel in zat, was kleiner. Maar ik heb gezegd, ik ga maar er eens een uur of 3, 4 mee aan mijn zijde. Ik heb toch niks anders aan mijn handen. En dat is het resultaat.